Als je een partijtje speelt, gaat er niemand tegen jou zeggen: van ja, je kunt hier nu mat in één zetten. Uh, ja, dan moet je toch echt zelf achter het bord gaan bedenken. En um, ja, tot nu toe heb je een tip meegekregen: van ja, je moet mat zetten door een stuk heel dicht op de koning te zetten, of van een afstandje, of uh, je kunt mat met één stuk geven. Uh, in de praktijk krijg je die aanwijzingen niet en moet je zelf op zoek gaan naar een oplossing. Nou, dat is wat we hier ook in de deze les gaan, uh, gaan uh, uitproberen. Je krijgt wel mee dat je mat kan zetten in, uh, in één zet, Maar je moet zelf uh, gaan kijken de manier uh, waarop, welke vorm je moet gebruiken. Nou, wat we zien hier is dat de koning uh, nog kan spelen naar de groene velden. Um, dus wat we willen doen is sowieso de koning gaan aanvallen op zo'n manier dat de koning niet naar die groene velden kan. Nou, er zijn hier twee opties. Uh, we kunnen met de toren helemaal naar de andere kant van het bord gaan. Uh, dat is hier niet slim, want uh, de koning kan dan wel niet ontsnappen, maar de toren die de koning aanvalt, schaakzet, kan worden geslagen. En uh, ja, slecht nieuws, want we zijn een toren kwijt. Wat is beter? Uh, beter is om de andere toren naar de overkant te zetten. Op deze manier kun je zelf niet geslagen worden en zet je de ander wel uh, schaakmat. Dus uh, dit is wat we moeten doen. Dus uh, Kijk goed waar de koning heen kan en waar niet. En uh, nou, ga op zoek naar het mat. Succes.